goed zien als de auto's aankomen. Op 18, 19 en 20 maart organiseert de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net de grote zwerfvuilactie Straat.net. Ook Beringen doet hieraan mee. De leerlingen van Vibo Sint-Barbara steken mee de handen uit de mouwen. Straat.net is een opruimactie die georganiseerd wordt in heel Limburg. Praktisch al de Limburgse gemeentes gaan daaraan meedoen. En de voorbije weken hebben alle scholen, verenigingen een uitnodiging gehad om aan die actie deel te nemen. De actie is niet gratis, want ze worden vergoed voor het opruimen. Ze krijgen enerzijds een vergoeding voor het aantal kilometers dat ze kunnen opruimen. En anderzijds krijgen ze ook nog eens een vergoeding van de gemeente daarbovenop voor de hoeveelheid afval die zij inzamelen. Flesjes, blikjes, papier, kartonnen. Kijk, deze hebben mijn collega en ik op 10 minuten tijd bij elkaar geraapt. En dat kan eigenlijk niet. We hebben dat op een paar honderd meter bij, ja, juist een halve zak vuil bij elkaar geraapt. En dat kan niet. Dat kan gewoon niet. De mensen mogen ook wel beter op het vuil letten. Allee, meer. Het vuil in een zak stikken en thuis weggooien. Ja. De jongens vinden het goed dat ze zich kunnen inzetten voor het milieu. Goed, omdat er veel mensen zijn die veel papier en blikjes op de grond gooien. Ik vind dat niet kunnen, ik vind dat niet zo proper. Voordat er mensen, ik vind dat ze dat in de vuilbak moeten gooien. Behalve Straat.net heeft de stad Beringen het hele jaar door een hart voor het milieu. De stad Beringen heeft een CENPRO-actiereglement waarin een aantal acties zitten. Daarin zitten opruimacties. Straat.net, maar ook andere opruimacties die verder in het jaar gedaan worden. Daarin zit ook het uitlenen van de herbruikbare bekers die een extra subsidie krijgen. Daarin zit ook de beheerswerken in natuurgebieden. Verenigingen die beheerswerken doen in natuurgebieden krijgen daar een vergoeding voor. Meer informatie over deze acties vind je via deze website op de pagina's van de Milieudienst. De werking van de bibliotheek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En daar wordt in Beringen wat aan gedaan. Vandaag is KWB Koersel op bezoek. Zij doen elke dinsdagnamiddag een activiteit. En vandaag worden ze de bibliotheek eens bezoeken. Gewoon om, vooral omdat het voor hun de bibliotheek nog onbekend terrein is. En ook omdat ze eigenlijk eens willen kennismaken met de uitgebreide collectie van de bibliotheek. Want vroeger dachten ze alleen maar aan de boekerij. Maar nu is het eigenlijk een moderne bibliotheek met veel multimedia en ook cd's, dvd's, strips, tijdschriften. We krijgen ook elke dag verschillende kranten hier vers van de pers. Het is heel fijn voor eens te komen, want ik ben hier nog nooit geweest. En ja, qua boeken en cd's, ik had niet verwacht dat je cd's hier zou kunnen vinden. En dat zou wel interessant zijn als je kort bij de bibliotheek woont, voor dan eens de gezet komen te lezen. Dan spaart er toch jaarlijks een pak geld uit. Op zaterdag 8 oktober komt Sprookjesboom de musical van de Efteling Theaterproducties naar het casino. Tickets voor deze vrolijke interactieve familievoorstelling zijn nu al beschikbaar. Meer informatie vind je op ccberingen.be.